Een hele goede middag allemaal. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van Hermanus. Vandaag in Hermanus een aantal nieuwspunten op de agenda. En ik zal maar direct gaan beginnen hoor. Want het eerste gaat over de Crossover Church. En de Crossover Church die zal gaan plaatsvinden op 14 oktober. Juist 14 oktober, dat is een zaterdag. En dat zal beginnen om 5 uur. Nou, wij willen dus ook alle jonge adults ook gewoon uitnodigen naar de Crossover Church. Dus ken jij studenten of misschien vrienden waarvan je denkt, hey, zij moeten dat ook een keer proeven. De liefde van de Heer, nodig ze uit 14 oktober om 5 uur op de Poort Akker 20. Crossover Service, the place to be. Dan direct 14 oktober ook weer zal er een Praise Night plaatsvinden. Dat is in samenwerking met de Indonesische kerk JKI. En ook om 5 uur op 14 oktober. Nou, de aanvang is dan al om 4:30. Dat zal plaatsvinden op de Bandsakker 3. Dus u bent ook van alle van harte welkom. En u kunt daar ook komen. Dus kijk even, hou onze website goed in de gaten voor alle evenementen. En daar staan ook alle gegevens op. Dus hou dat even goed in de gaten, dames en heren. Dan wil ik ook nog even doorgeven dat volgende week zondag de marathon weer zal plaatsvinden. Dus mocht het zo zijn dat wij goed nieuws horen en goed nieuws krijgen. En we mogen alweer naar de Bandsakker 13. Dan wil ik u even op attenderen dat er een marathon is. Dus dat betekent dus dat u even zult om moeten rijden via de winkelcentrum Woensel om zo ook op de bestemming te komen. Houd dat even goed in de gaten. Dat waren voor nu de nieuwspunten. Bekijk ons op Facebook, op Twitter, op Herman.nl en houd alle informatie zo goed in de gaten. Ik wens u nog een fijne week. God zegen.